super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en we hebben hier heerlijk ontbijt. Dit zijn allemaal lekkere kleine stukjes stokbrood met geitenkaas erop en honing. Dat is een hele goede combinatie. Zakje, niet doen. Zakje die probeert hier iets te likken wat net van mijn elleboog af is. Ik heb hier namelijk een schaafplek en daar heb ik een zalfje op gesmeerd, maar ik ben hier net gaan liggen. Dus nu zit het zalfje in de bank en Zakje vindt dat blijkbaar lekker. Oh, Zakje wil vast wel even spelen. Hé, Zakje, ik heb wel iets heel erg lekkers voor jou. Kijk, oh, dat vind je leuk, hè? Dat vind je leuk. Kom eens, Zakje. Daar gaat ze weer, hoor. Je doet ze zo gek mee. Pak hem maar, Zak. Ja, zo lekker. Oh. Wat ben je aan het doen met je eigen poepzakjes? Ja, dit is een goed begin. Sok, wat doe je met je poepzakjes? Laat je hem nou daar liggen. Ga je het geen eens opruimen? Opruimen. Nee. Nee, ze vindt de paal in één keer heel leuk. In één keer is ze vrienden met de paal. Oh, toch niet. Goed zo, ruim maar op. Het is heerlijk weer, het zonnetje schijnt. Dus wij dachten, weet je, we gaan gewoon lekker onze schoenen aandoen. En we gaan even lopen. Door het park hier zo naar Zeist. En dan gaan we even een paar simpele dingetjes halen. Zoals een nieuwe tandenborstel, een nieuwe deo. Weet je wel, dat soort boodschapjes eigenlijk. Hoe goed komt dit uit? Nou, heel erg goed. Want net als wij dan wat deo nodig hebben, dan gaan we dat halen. En mogen we 500 gratis gram snoep uitzoeken. Als we 2 deo busjes meenemen. Nou, ik vind het helemaal prima. En Dedi is ook helemaal blij. Hij dacht, kan niet meer kapot. Want een half kilo snoep. Ze weten het wel weer mooi te verzinnen, hoor. Dit is een bellenblaasschep. Meen je deze? Zie je dat? Er zit daar binnen gewoon bellenblaas. Oké, we gaan allebei een paar dingen uitkiezen. Ik kies jou. Oh, ik pas niet in de beker. Alleen als ik hier al naar kijk, dan krijg ik helemaal zo'n zuur. Kijk, hier zijn de lekkere. Ik wil die persiken. En ik wil deze kikkertjes. Die zijn ook echt goddelijk. Oh. Turks fruit. Oh, vind je die lekker? Ja. Die blokjes? Doe er maar in. Oh, sowieso deze. Banaantjes. Kattenkop. Ah, dat is het salmiak. Dat is ook wel lekker, ja. Hoppa. Oké, we moeten wel even wegen. Kijken hoeveel er zitten. Ja, want ze zeggen 500 gram. En dan zou je denken, oh, dan vul ik hem helemaal vol. Maar alles boven de 500 gram moet je natuurlijk zelf betalen. Dus even kijken. Oh, joh. Het was op de helft. Hoppa, super. We hebben een sok meegenomen. En dit is de sok die ik van D heb gekregen, waar het alarm dus nog op zit. En elke keer als we in een winkel binnengaan, dan gaat het alarm af. Behalve hier. Geen idee waarom. Maar we gaan even vragen of we deze eraf kunnen laten halen. Ze zijn heel erg vet, dus ik wil ze wel gewoon een keer aandoen. Leuk cadeautje voor jou was dit. Met dat dingetje eraan. Hallo. Goeiedag. Kunt u misschien deze voor mij eraf halen? Nee. Nee? We hebben niet die dingen meer. Oh, moeten we dan naar een kledingwinkel... Waar ze hem wel hebben, ik weet niet waar ze hem hebben. A few moments later. Yeah, het is ons gelukt. We hebben hier dus bij een kledingwinkel en hebben we het eraf kunnen krijgen. Tenminste, de mensen die hier werken natuurlijk. Super chill. Je hebt tegenwoordig nieuwe mode. Dit is nieuwe mode. 1 schoen en de andere slippen. Zo van, het is warm, maar niet heel warm. Dus daar zit je ertussen in. Mix. En je wisselt ze af en toe af, hè? Ja, want anders dan wordt deze voet heel bruin en die niet. Dat kan precies. Natuurlijk ook. Ja, dat is een goeie. Ik ben de hulk, mensen.
Je hebt er ook wel eentje voor jou. Dit soort maskers zijn echt geniaal. Wil deze meenemen? Nee. Ik wel, voor een Minecraft Survive video. Ga ik ooit een keer Minecraft spelen op deze manier. Als de Hulk. En dan maak ik alles en iedereen kapot. Dave heeft een spelletje voor mij gevonden. Scheetjacht. Ja, nou, dat is niet zo moeilijk om te ontdekken wie het heeft gedaan. Daar heb je wel geen spelletje voor nodig. Ik zei bingo, maar ik had geen bingo en ik was de grappigste van de bingo club. Bingo. Bingo is gewoon leuk hoor. Ja, de bingo is serieus leuk. Maak er wel een grapje over, maar... Het is gewoon leuk. We gaan heel even lekker lunchen. En deze die heeft slippers aan, zoals jullie al eerder zagen. En die slippers die zijn een beetje versleten. Omdat ze zo vaak deze slippers aan heeft met mooi weer. Zie je gewoon dat het eerst dit was. En nu gewoon dit. Maar ik loop altijd heel erg met mijn voeten naar binnen. Dus dan ligt het drukpunt heel erg op de binnenkant van mijn voet, bij mijn hak. Dus Dedy was aan het lopen net. En die zei in één keer van, wat is er met mijn slipper? Maar ze loopt gewoon zowat op de grond met haar hak. Dit is echt gewoon nog... Ja, een flinke centimeter en ik denk dat dit 2 millimeter is of zo. Ja, als er iets goedkoop is, dan zijn het wel slippers. Ja, deze waren volgens mij 1 euro. Daarom. Maar ze lopen wel lekker. Tot ze versleten zijn. Nee. Ophouden. Dee kan niet tegen kietelen onder haar voeten. Ik kan helemaal niet als iemand aan mijn voeten zit. Niet doen. Ik vind dat echt niet grappig. Wegwezen. Wegwezen. Ik heb een beetje veel trek en dat kun je wel zien, want ik heb carpaccio en ik heb 2 lekkere kroketten. En deze heeft een tosti. Ja. We komen thuis. Zijn we Zok kwijt? Wow, Zok. Met een Z. Zok. Maar waarschijnlijk is... Kijk, daar komt Zok. Hey, zakje. Ze had al een spoor achtergelaten van die poepzakjes van haar. Maar ze komt dan gewoon serieus... Uit die kast. Dat vindt ze gewoon een fijn plekje. Dat is echt wel gek hoor. Dat is gewoon hier uit deze kast. Hoe komt ze daar dan joh? Oh, tussen dit gedeelte gaat ze dan hier doorheen. Nou, gelukkig kan jij er ook weer uitkomen hè, kleine boef. Want als jij er niet uit kon komen, dan was het wel lastig. Kijk Sok, daar ben jij. Daar ben jij Sok. Samen met mij. Sok stilt de show. Ze is helemaal op de voorgrond. Bijt je nou op mijn telefoon? Ja, Sok vindt telefoon is helemaal geweldig. Ik weet niet hoe het kan. Ik vind ze helemaal leuk. Je mag mijn telefoon hebben, Sok. Alsjeblieft. Ga maar een selfie maken. Moet je niet op bijten, gekkie. Moet je kijken ook hoe ze hem vasthoudt, hè? Zo lief. Wat is het ook een schatje. Wij gaan lekker eten. Ziet er echt super lekker uit. Lekkere pasta die deed je. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk vonden jullie dit een toffe vlog. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet natuurlijk niet even te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Als je dat nog niet hebt gedaan. En hopelijk check ik jullie morgen allemaal weer bij een gloednieuwe vlog. Om 4 uur. En dan zeg ik zoals altijd. Dikke vette peace.